omelet. Geen korte omelet. Beste wens, even nieuw jaar. Maar kom je wel naar de kijken? Ja, misschien. Ja, misschien krijg je dat. Ik denk dat het zo is. Sorry? Nee, ik kan het dan. Ja, maar. We kennen jou. Ja, precies. Jij bent? Ik ben Hanneke. Jij nou, Hanneke? Ja, Hanneke. Ja, Hanneke. Ja, dat is van de Ja, dat is Kijk,
Elkaar, dus, ja. Laat kijken of we voor de beste wens zo. Aten ja. Amstelveen.com. Oh, dat ken je toch? .com. Zeker. Amstelveen te komen heeft zichzelf een man om fout te houden. Net zoals ik toen in de moet ik even bij mijn kruik? Ja, dat is lastig, hè? Al ja. We doen een persoon hier. Ja, ik moet het niet zo staan. Ik vind het ook zo. Drink op het vier jaar. Ja, veel water. Is dat meer dan de moeite waard? Een goede champagne wel. Dat is een prosecco, hoor. Dank u wel. Ja. Dat regelmatig over de top. I'm
sap? Ik op sap. Ja, mijn auto rijdt op sap. En de grote brengen geld op. Maar er zijn nog vechten. Zeg maar eens welke er en proost hè. En de allerbeste wensen. Eentje raketje. Allerbeste wensen hè. Nee, niet. Collega-bestuurders, dames en heren. Ja, dat is ook om u alert te houden. Ja, dames en heren. Het is toch ook wel. Ik ga een handje ervan pakken. Ik ga gewoon maar. Lukt het zo of niet? Nee. Ja, we kijken wel even of dit oplosbaar is. Er is al iemand heel hard aan het rennen, merk ik. Hoor je het op deze manier wel, als ik rustig spreek? Wat fijn. Ik heb de indruk als ik naar rechts kijk. Dat het geluid hier in Amsterdam beter ontvangen wordt dan als ik naar links kijk. Elke gelijkenis met de politieke realiteit rust op louter toeval. Fijn dat u hier bent. En dat net zoveel mensen. De vorige keer dat ik hier mocht staan voor deze gelegenheid was in 2020, 3 jaar geleden. En het is mooi om elkaar persoonlijk te ontmoeten. Een persoonlijk goed jaar. Te wensen naar de digitale nieuwjaarsopeningen in 2021-2022. Ook een bijzonder welkom voor het college van Aalsmeer dat voltallig aanwezig is. Want dames en heren, het is vandaag precies
10 jaar geleden dat beide ambtelijke organisaties zijn samengevoegd tot de organisatie Aalsmeer Amstelveen. En dames en heren, dat is toch een felicitatie waard. Hebben jullie taart meegenomen vanuit Aalsmeer? Over van die lekkere turfjes daar, geloof ik. Ik ga even door als het niet gaat. Dan hoop ik ondertussen dat Dennis met een loop microfoon is. Oh ja, dat is de politieke kant. Mijn aanloop naar de jaarwisseling dit jaar was als vanouds. Overdag overleggen met de hulpdiensten. En in de avond eten in goed gezelschap. En met de oudejaarsconferentie van Claudia de Breij, de laatste nummers van de top 2000, een oliebol in de ene hand en mijn mobieltje in de andere hand, was eigenlijk alles klaar om te genieten van een mooie oudejaarsnacht. En gelukkig was het in Amstelveen op heel veel plekken gezellig op straat en bleef het rustig. Ik wil ook langs deze weg alle medewerkers van politie, brandweer, handhaving en ambulancedienst bedanken voor hun inzet voor onze veiligheid. Het was ongekend warm op de laatste dag van 2022. Nog net geen korte broeken meer. Wel veel wind. Gelukkig niet zoveel als in februari, toen de stormen Corrie en Eunice ook in Amstelveen flink tekeer gingen. Met als gevolg veel schade en omgewaaide bomen. We zaten toen nog in een coronalockdown, waarvan de laatste maatregelen pas in maart vervielen. Eigenlijk nog maar kort geleden, maar het voelde veel langer geleden. En natuurlijk kan bij deze terugblik niet de brutale inval van Rusland in Oekraïne ontbreken. Heftige gevolgen en het veroorzaakte leed zijn dagelijks op het nieuws. We vangen nu zo'n 700 Oekraïnse vluchtelingen op in de gemeentelijke opvang en bij gastgezinnen. En ik ben onder de indruk hoe goed en hoe snel de opvang op poten werd gezet, samen met maatschappelijke organisaties, vele vrijwilligers en de eigenaar van Ibis Adagio. Hartverwarmend om te zien hoeveel Amstelveeners bereid waren om mensen in nood te helpen en zelfs hun huis open te stellen. Een groot compliment aan iedereen die daar bijdroeg en dat nog steeds doet. Afgelopen jaar was ook een jaar met veel inhaalfeestjes. Kent u dat? Dat je op een gegeven moment, toen het zomervakantie werd, dacht van even weg. En eigenlijk alweer de agenda's moest trekken vlak voor het einde van de vakantie, wat we in september allemaal weer gaan doen. Want alles kon weer. Uitgestelde huwelijken, jubilea, verjaardagen. En ook voor mezelf, lekker op de fiets door de stad. En onderweg spontane ontmoetingen. Gewoon weer in gesprek met mensen. En je merkt hoe belangrijk evenementen ook zijn voor de levendigheid van onze stad. Het Cherry Blossom Festival trok weer veel bezoekers. En ik heb genoten van mijn eerste echt Amstelveense Koningsdag. Toerend van Lessen naar Amstel naar Middenhoofd, Westwijk, Bovenkerk, Brandwijk en eindigend bij de vele muziekactiviteiten en andere activiteiten in het Oude Dorp en op de Amsterdamseweg. Ook druk bezocht waren de Nationale Sportweek, het Japan en Diwali Festival, de intocht van Sinterklaas en Winterfridge. Mooi dat het internationale karakter van Amstelveen is terug te zien bij deze evenementen, ook bij de bezoekers ervan. En ik kijk uit naar de doorstart van Jazz in het Dorp aankomende september. Allen welkom mensen, dat is een hele mooie toevoeging van ons evenement. Afgelopen jaar ontviel ons ook helaas een aantal bestuurders en voormalige bestuurders. Oud-burgemeester Harry Kamphuis, wethouder Rob Ellemeijer, oud-raadslid Henk Fokking en oud-raadslid Nel Dennenbroek. Wat gebeurde verder in Amstelveen in 2022? Na de lokale verkiezingen op 16 maart kwamen er liefst 12 partijen in de gemeenteraad. En veel nieuwe gezichten, diverser, jonger en meer vrouwen. En daarmee ook een betere afspiegeling van de Amstelveense samenleving.
En graag wil ik ook langs deze weg mijn waardering uitspraken voor onze 37 raadsleden. Het is niet de meest eenvoudige periode om partij volksvertegenwoordiger te zijn. Complexe vraagstukken met grote en soms tegenstrijdige belangen. Ze vragen om een zorgvuldige besluitvorming. Het raadswerk is zinvol, doet het toe en het is ook ontzettend leuk, weet ik uit eigen ervaring. En op 15 maart hebben we weer verkiezingen. Niet van de gemeenteraad, voor de mensen die minder daarmee bezig zijn, maar verkiezingen van de waterschap, provinciale staten en daarmee ook indirect van de Eerste Kamer. Kortom, ook belangrijk en laat iedereen zijn stem uitbrengen. Afgelopen juni presenteerde de coalitie een akkoord met hun ambities voor de raadsperiode tot 2026. De wethouders hebben de raad. Daar staat die Herbert, fijn dat je er bent. Floor Gordon, zij is helaas niet aanwezig vanavond. Marijn van Ballengooien, Marijn Verstaaij. Links achterin. Moet ik ook consequent zijn, wat zei je? En ook Frank Berghout is opnieuw geïnstalleerd. Helaas kan hij vanavond hier niet zijn. Hij is tijdelijk afwezig vanwege zorgverlof. We missen Frank en hopen dat hij snel terugkomt. Nieuwkomer is Adam Elsa Kalai. Adam, waar sta je? Ah, kijk, fijn dat je er bent. Ja, dat is geen politiek verdenken. Bruggenbouwer. Heel goed. Adam voelt zich inmiddels als een vis in het Amstelveense water. We staan als gemeentebestuur voor grote uitdagingen. Op het gebied van klimaat, energietransitie, woningnood, torenhoge inflatie en een krappe arbeidsmarkt. Ingewikkelde problemen die een groot beroep doen op onze creativiteit, solidariteit en weerbaarheid. Laat ik beginnen met klimaat. Dat zien we ook in Amstelveen veranderen. Het sneeuwde op 1 april. Op 9 juli maten we een recordtemperatuur van 37 graden Celsius. We schaatsen half december op de poel en aflopen. Even een andere. Ingewikkelde problemen. Bijna zo ingewikkeld als onze geluidsinstallatie. Ingewikkelde problemen zoals klimaat, energietransitie, woningnood, torenhoge inflatie en een krappe arbeidsmarkt. Ze doen een groot beroep op onze creativiteit, onze weerbaarheid ook en onze solidariteit. Dus ambitieuze doelen, de verbeteringen kunnen alleen halen als iedereen meedoet. Van de noodzaak om te verduurzamen hoeven weinig mensen nog te overtuigen. Ook hebben we een bijzonder woord afgelopen jaar gekregen, de klimaatklevers. Ik weet niet of jullie wel weten wat dat betekent, maar dat is het woord van het jaar 2022. En wat doen we daar als gemeente nou aan? Nou, we geven advies en ook subsidies. En de hoge energieprijzen zijn ook een kans voor versnelling van de duurzaamheid. De andere kant is dat een groeiend aantal Amstelveeners moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Mensen die zich voorheen prima redden, hebben nu minder geld voor hun dagelijkse boodschappen of zetten hun verwarming uit omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. En dit is ongekend voor Amstelveen. Het landelijke energieprijsplafond is niet voor iedereen toereikend. In november riep de gemeenteraad het noodfonds opvangstijgende kosten in het leven om, aanvullend op de rijksregelingen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te helpen als ze door acute energieproblemen niet meer hun rekeningen kunnen betalen. En dat terwijl veel ondernemers, met name in het midden-kleinbedrijf, nog bezig waren om hun coronaschulden te betalen. En via het Stimuleringsfonds Lokale Economie verstrekte de gemeente subsidies voor initiatieven om ondernemers na corona te ondersteunen. Het succesvolle programma Back on Track was daar een voorbeeld van.
Dames en heren, wij zijn economisch een onderdeel van een krachtige, dynamische metropoolregio. En wat betekent dat nou precies? Nou, dat we in Amstelveen ook heel veel bedrijvigheid hebben. Maar liefst 12.000 bedrijven, waar meer dan 55.000 mensen werken. En grote internationale bedrijven, meer de kleinbedrijven, maar ook ontzettend veel start-ups. En om dat vast te houden, investeert de gemeente ook in een goed investeringsbeleid, goede vestigingen en goede digitale en fysieke verbindingen. En met 138 nationaliteiten is Amstelveen ook qua bevolkingssamenstelling een internationale en diverse stad. Het is belangrijk dat inwoners met een verschillende achtergrond en cultuur ook met elkaar in contact komen. En we proberen op die manier bij te dragen aan de leefbaarheid en samenhang in wijk en buurt. Vanwege de ligging van Amstelveen, de goede voorzieningen en de groene omgeving blijft Amstelveen een populaire stad om te wonen. In de Atlas van Nederlandse gemeenten staan we ook afgelopen jaar op de derde plek na Amsterdam en Utrecht. En de groei van het aantal inwoners zit met name in gezinnen. Maar ook zonder deze groei is de krapte op onze lokale en regionale woningmarkt groot. Hoewel de huizenprijzen nu lijken af te koelen, blijft het lastig om in Amstelveen voor iedereen betaalbare woonruimte te vinden. En daarom is nieuwbouw van belang. Verschillende woningbouwprojecten voorzien hier in de komende tijd. Daarnaast controleren we meer op leegstand en illegale verhuur, zodat woningen worden gebruikt waarvoor ze zijn bedoeld, namelijk om in te wonen. Onze stad staat in de stijgers. En dat zal u niet zijn ontgaan. En hier gaan we dit jaar nog meer van merken. Rijkswaterstaat start met de verlaging van de rijbanen van de A9 en het verkeer gaat tijdelijk via een zogenaamde bypass gereden. Het is even doorbijten, maar uiteindelijk wordt het er beter van. Want de drie overkappingen, de drie overkluizingen die gemaakt worden, gaan Amstelveen Noord en Zuid weer met elkaar verbinden. En dat is ook een kans om ons stadshart een boost te geven. We hebben daarom inwoners en andere belanghebbenden uitgenodigd om over de invulling mee te denken. Maar we investeren niet alleen in het stadshart, maar ook op vele gebieden in onze stad. Goede schoolgebouwen, sportvoorzieningen voor jongeren, goede zorg en jeugdzorg, veilige fietsverbindingen, cultuur en ons cultureel en historisch erfgoed. Ook leuk om te melden dat we dit jaar host zijn van de Nationale Boomfeestdag. En daar zijn we als groene stad trots op. En wie hier aanwezig heeft hier nog ergens zo'n klein houten lineaaltje liggen van de boomfeestdag toen je zelf op school zat? Ik weet niet toch dat hier vroeger gebruikelijk was, maar ik kan hem nog liggen. Die is inmiddels 40 jaar oud. Gaan we dus dit jaar in Amstelveen hebben. Genoeg te doen. Veel van de uitdagingen die ik noemde zijn dit jaar niet zomaar voorbij. Ben ik somber over dit jaar? Nee, zeker niet. Ik zie de toekomst van onze stad, onze gemeente, met vertrouwen tegemoet. En zoals onze voormalige bondscoach zei, we will come an end. En ik geloof dat hij deze keer de spijker niet heel erg op de verkeerde plek slaat. Wel bestaat in onzekere tijden soms de neiging onszelf terug te trekken. Terug te trekken in ons eigen gelijk. Uit het recent verschenen rapport Burgerperspectieven van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 3/4 van de Nederlanders vindt dat de meningsverschillen in ons land toenemen. Echter, hetzelfde SCP stelt ook dat dit niet blijkt uit de jaarlijkse bevolkingsonderzoeken. En dat het gevoel toch bij ons leeft, komt vaak door wat mensen zien in de Tweede Kamer. Op social media en in andere media, waar een relatief kleine groep mensen met meer extreme meningen veel aandacht opeist en krijgt. En ja, in een gezonde democratie moet volop aandacht en ruimte zijn voor tegengeluiden. En er mag in een maatschappelijk debat stevig worden gediscussieerd. Je kunt het immers niet altijd eens zijn, ook lokaal niet. Als er maar respect voor elkaar is. Blijf dus in gesprek. Blijf luisteren en elkaar vragen stellen.
En ik besef dat dat niet altijd gemakkelijk is. Maar zo voorkomen we dat verschillen geschillen worden. En werken we samen aan een diverse en inclusieve stad waarin voor iedereen plek is. Tot slot, dames en heren, spreek ik met grote waardering uit richting de mensen die altijd klaarstaan voor een ander. En de vele vrijwilligers die zich via maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken en buurten inzetten voor onze samenleving. Zij geven het woord samen echt betekenis. Namens de gemeenteraad, het college en al onze medewerkers breng ik graag een toast uit op een gezond en gelukkig 2023. Met elkaar en voor elkaar. Dank u wel. Ik mag het dan.